Nicole en ik zijn al 6 jaar samen en vandaag testen we mijn kennis door vragen over Nicole te stellen. En als ik het fout heb, word ik geharst. Hoe zou ik heten als ik een jongen was? Hobby. Zou ik in een naaktbad gaan staan? Ligt eraan hoeveel heb je betaald. Wat een slechte vriend ben jij. Nee. Nicole, ik heb dit al 2 keer moeten meemaken. Ja, wel. Een paar keer dat ik zo reageer. Ja. Hallo mensen van het Goede Leven, mijn naam is Lars en leuk dat je weer kijkt naar deze video. Dat zeg ik nooit. Ik ben hier vandaag met mijn lieftallige vriendin Nicole. Ze is mijn vriendin, ze is de moeder van mijn kinderen. Welke? Die hebben we nog niet. Gaan we ook nog niet doen. Ik doe heel veel dingen in mijn leven. En het krijg volgende alleen niet betaald. Is... Assistent. Volgende is er gebeurd. Ik was aan het reageren op memes gemaakt door jullie. En opeens kwam er een meme voorbij waarbij ik een keer in een meme video had gezegd dat als die meme video 10.000 likes zou krijgen, ik zou gaan reageren. Nee, dat zou ik helemaal niet doen. Ik zal het even zeggen. Ik mag Lars gewoon weer een keer harsen. Dat is gewoon het punt dat van het verhaal. Nicole mag mij gaan harsen, maar dat gaan we niet zomaar doen. Het lijkt me een dom idee. Nee. Ik had ook op mijn Instagram een quizje gedaan over mezelf. En toen dacht ik, hey, het is super leuk hè, dat ik dan een quizje doe over mezelf. Maar laat ik dan op YouTube gewoon een quiz doen over jou. Ik hier nu. Ik snap je, want dat hebben we al besproken vooraf. Ja, dit is dus eigenlijk een heel domme dag. Ik wou zeggen, als ik alle vragen goed heb, mag ik jou harsen. Maar ja, wat valt er bij jou te harsen? Niks. Want je bent een vrouw en je hebt nergens haar meer, denk ik. Dus dan gaan wij een rondje hardlopen. Bruh. Als ik een vraag fout heb, betekent dat aan het eind van de video een harstrippie op mijn been. Op je been? Ja, maar niet op mijn buik, nee. Op je buik? Nee, ook niet op mijn gezicht. Nee, dat gaan we niet doen, Nicole. Waar dan? Nee. Maar, voordat we aan de vragen die jij hebt bedacht gaan beginnen, gaan we een vraag stellen aan de kijkers. Oh. Ja. Degenen die het goed hebben, worden in een potje gegooid. In het potje ga ik grabbelen. 6. En de winnaars krijgen een Sunny Zijdup sleutelhanger. Want ik heb mijn eigen sleutelhanger van Sunny Zijdup, mijn merk, Mienmaar. Ik raak nooit meer sleutels. Je raakt nooit meer sleutels. Nee. Die leg je hier. Zo hier. Sleutels, zie je hier gewoon. Ja, omhoog. Die staan te kopen bij www.laspetersen.nl. Kan je gewoon kopen. Maar als jij de volgende vraag goed beantwoordt, kom je in het potje. Daar trekken wij een napie uit. En dan kan je hem ook winnen. Hoeveel abonnees had ik toen wij elkaar hebben ontmoet? Nou, dan refereer ik gelijk naar abonnees, dat ze ook even kunnen abonneren. Oh. Laten we gaan beginnen met vraag nummer 1. We beginnen lekker makkelijk. Wat is mijn lievelingskleur? Lichtblauw, babyblauw. En? Roze. Ja, oké. Okay. Maar dit is een strikvraag. Ja, maar dit is weer zo'n kutstrikvraag. Want toen ik jou net leerde kennen, was alles. Oh, babyblauw is zo superleuk. En nu is het dan. roze is ook opeens vet. Ja. Ja, maar lieverd, ik kan toch ook niet zeggen. 6 jaar terug, ik ben op jou gevallen zonder baard. Hoe zou ik heten als ik een jongen was? Hobie. Nee, je die wist, die vond ik ja, Hobie. Weet je hoe zou ik heten als ik een meisje was? Esmee. Sanne. Sanne. Ik zou Sanne heten. Zat in de buurt. Dus dan was het Sanne en Hobie in plaats van Lars en Nicole. Dus ik denk dat we dan elkaar Hobie. Niet gevonden hadden. Hobie. Heel eerlijk, ik denk dat we dan geen relatie hadden. Hoeveel ooms en tantes heb ik? Dit is echt moeilijk, man. Je hebt 4 ooms, 4 tantes. 4 ooms, 4 tantes? Wacht even, hoor. Dit is dus een strikvraag, Nicole. 4 ooms, 3 tantes. Ja? Ja. Ik dacht echt dat je deze fout zou hebben. Dat je gewoon iemand zou vergeten. Oh. Goed zo. Nee, ik had eigenlijk bij eentje plus gedaan die niet bestaat. Weet je dat? Ik denk dat die... Dat is een beetje moeilijk. Dit is gewoon het quick match, hè. Dat ik hier überhaupt over moet nadenken. Mijn schoonfamilie. Dit is echt beschamend. Hoe heette mijn eerste hamster? Ja, godverdomme, Nicole. Ik heb 2 hamsters gehad en die ene moet je echt weten. Ja, mijn eerste hamster heette Hammy. Ja, die is gestikt in een... Die is gestikt in een pitje. Ik wil het antwoord over een 5. Nee. Ik moet hierover nadenken. Ik moet even... Snoopy. Yes! Ja, Snoopy! Yes! Wat is mijn favoriete slaaphouding? Lepeltje. Groot of klein lepel? Jij bent vaak de grote lepel. Ja, dit is best wel spicy, hoor. Zullen we het even voordoen? Nee, gaan we niet voordoen. Nee, ik ben de grote lepel. Ja, ik nee, gewoon... nee, ik noem het anders. Ik ben de rugzak, zeg ik altijd. Stel je voor, wij gaan ooit trouwen. Wat zou ik meenemen uit een brandend huis? Sammy en Harley. Ja, dat was echt mijn antwoord, hè. Die had ik echt in mijn hoofd. Ik had echt niet gedacht dat je niet zou raken. En je snoeptrommeltje. Het snacktrommeltje. Ik heb 1 vakantie van vroeger die ik echt het allerleukste vind. Welke vakantie is dat? Ja, naar welke is toch echt een kutvraag. Nee. Ja. Nee. Zeker. Deze weet je. Heb ik het echt over gehad al. Griekenland of Turkije is het. Oké, welk gokje? Dit is... Ja, maar jij hebt dit... Dit is niet iets wat je als vriend moet weten. Jawel. Ja, echt? Griekenland. Griekenland? Ja. Wat een slecht vriend ben jij. Nee. Ik ben nog nooit in Griekenland geweest. Hier hebben we het toch over gehad dat we misschien naar Griekenland zouden gaan. Nee.
Egypte! Egypte, dat was ja. echt maar lief. Dat kon je weten, want in de woonkamer hangt gewoon dat. Die farao nog. Ik weet dat, maar ik dacht dus niet aan Egypte. Zou ik in een naakplot gaan staan? Kijk, dat is een goede vraag. Ligt eraan hoeveel het betaalt? Dat is je antwoord. Goed, als ze jou 10 miljoen neerleggen, dan zou ik jou heel dom vinden als je het niet doet. Ja, maar ik denk dat ik het alsnog niet zou doen. Nee, zou je het niet doen? Nee. Je wist het zelf dus ook nog niet. Nee, ik zou dat niet doen. Je wist het zelf ook nog niet. Nee, ik zou dat niet doen. Als ik nu moet kiezen, iemand met 10 miljoen, dan zou ik echt heel lang over moeten twijfelen. Dan denk ik dat ik nog steeds nee zou zeggen. Ja, ben je dom. Welke kleur onderbroek heb ik aan? Ja, dat weet ik toch niet. Ik heb niet eens bij jou geslapen vannacht. Lieverd, ik heb maar een paar onderbroeken. Ja, zwart. Goed. Yes. Heb ik ooit een lapdance gekregen? Nou, niet van mij. Nee, heb je nooit gekregen. Nee, heb ik nooit. Dus wil je dat nog een keer doen, Lars? Ja, ik dacht dat ze begon aan het twijfelen. Ik denk, welk verhaal heb ik nog niet gehoord van Nicole? Heb ik ooit geskinny-dipped? Nee. Nee, klopt. Nee. Ik ben een heel saai persoon. Ja. Dat weet ik gewoon veel. Dat je doet, ik doe dat vrij regelmatig. Heerlijk. Ja, lekker naakt in het water. Lekker met de boys. Woehoe. Helikopter. Maak hier even een meme van. Deed mijn ogen dicht om te visualiseren wat ik zag. Hoe zou mijn perfecte date er met jou uitzien? Nee, maar dit is dus... Dit kan geen concreet antwoord zijn. Maar dat hoeft ook niet. Maar zeg maar... Ja, in huis, lekker chill met Chippy en filmpje. Dat is jouw ultieme date. Perfect. Waarom zeg ik dat dan gewoon niet? Omdat dit weer kut is, gewoon. Heeft iemand mij wel eens per ongeluk naakt gezien? Nee, ik denk het niet. Ik denk het ook niet, maar... Maar goed, we weten het niet. Is het wel zo? Laat me even weten op Instagram. Het is een tof leventje. Kan je even DM'en en dan zeggen, ja, ik heb Nicole wel eens naakt gezien. Heel raar als je dat stuurt. Blokkeer het je waarschijnlijk ook. Wat vind ik het meest vervelende aan jou? Alles. Alles. Wat is het raarste dat ik bij mijn bed heb bewaard? Een snacktrommeltje. Een trommel met snacks erin. Verschillende variaties, soorten. En die staat gewoon letterlijk naast jouw kussen. Dan zit je lig je in bed zo. Zo. Weet je wat ik doe? Ik ga het gewoon vloeren. Laat het even omhoog. Zien. Zit jij hier zo. Chillen. Kussen hier. Zo. Met je laptop hier of hier. En dan gewoon zo te kanen. Duurt te lang. Duurt te lang. Je hebt eindelijk een vraag gevonden. Anaal of er is er iets wat ik gedaan heb waar ik spijt van heb? Ja, vast wel. Genoeg. Maar niet dingen die op camera misschien handig zijn om nu openbaar te bespreken. Zoals? We zijn bij het moment van de video aangekomen waar jullie allemaal op zaten te wachten. Waar we eigenlijk het hele voorstuk hebben. Je moet nu stoppen, hè, met je telefoon. Ik wil gewoon nog één vraag. Je zit gewoon rustig TikTok te kijken hier. Warm hem maar vast even op, want we gaan... Nee, ik moet hem eerst opplakken en dan opwarmen. Ik heb de achterkant gelezen. Jullie hebben hierop zitten wachten. Ja, ik weet dat jullie eigenlijk helemaal niet... Je kan niet eens meer praten, zo zenuwachtig ben ik. Maar jullie hebben niet gekeken voor de vraag. Jullie hebben gekeken voor ik die pijn gaat lijden. Maar dan doe ik het ook gewoon. Mag ik even vragen hoeveel ik erop mag plakken? 1. Oké, en waar? Gewoon mijn been. Nee, ik ga niet op mijn buik. Nee, dat heb ik al een keer gedaan. Oké, trek je broek maar uit. Ik heb het al een keer op mijn buik gedaan. En dat was kut. Ik heb dus een broek aangetrokken. Very handy pant. Kijk. Dan kan je zo. Nice. Ja, ik heb hier weinig zin in, Nicole. Waarom zeg ik nou ook weer dit soort dingen in een video? Waarom doe ik dit? Waarom moet overal altijd weer een straf aan zitten? Ja, ik weet het. Jullie vinden het leuk daar thuis, maar... Maar bij hoeveel likes gaan we dit nog niet doen? Nee. 10.000 weer? Nee. Please? Nee. Hars? Als we 10.000 likes halen, doen we nog zo'n quiz met een straf. Maar dan is het iets anders dan hars en dan taser je me maar of zo. Nicole. Moet je... Dit is voor mij heel grappig. Las het al een minuut echt zo. Op de een of andere manier is mijn camera spontaan gestopt met filmen. Maar precies op het moment dat ik die was eraf wilde halen. Ja, echt hebben precies. Niet gezien. Jullie hebben net... Ik ga jullie even laten zien wat hier is gebeurd. Kijk. Er zijn twee stukjes van de haren weg. Hier zijn twee stukjes van de haren weg. Maar ja, dat hebben zij nu niet gezien. Dus ik vind dat we het gewoon nog één keertje moeten doen. Want dit is wel... Vervelend, hier komen ze voor kijken en staat het niet op. Ja, ja. Je lacht, maar dit is kut. Nee, wacht heel even. Oké, ja. Nicole. Ik heb dit al twee keer moeten meemaken. Ja, wel. Een paar keer dat ik sorry. Ja. No, dit is heel veel pijn. Het is ook niet goed gegaan. Ik heb niet goed gewacht. Oh. Ja, van jou moest ik doorgaan. Oh, dit is echt de meest pijnlijke plek waar ik dit ooit heb gedaan. Dames en heren, drie keer gewacht. Hij is wel goed gelukt. Jullie hebben niet alles gezien, maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Abonneer je op dit kanaal als je het hebt genoten en meer wil zien. Like deze video eventjes als je hem leuk vond. Maar en dat hebben ze weer gemist. Bij de 10.000 likes. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Like en doei. Doei.
Je hebt mooie, wat was dat bij je outfit? Lelijk.